Well, it's great to be back. Het is heerlijk om weer terug te zijn. We're going to study now about marriage. Dit is een studie over het huwelijk. How many of you are married? Hoeveel van u zijn getrouwd? Wow. You're the only one that's not married. Er zit hier één ongetrouwd persoon. Oh, and by the way, you know, if anybody's interested, he's up here on the front row. Als iemand belang bij heeft. He's not very pretty. Oh, dat is een hele knappe jongen. But he doesn't look like he would eat very much. Maar hij ziet er naar uit dat hij niet veel eet. All right. Let's go to the book of Romans. Wij gaan lezen in het boek de brief van Paulus aan de Romeinen. Chapter 8, verse 28. Hoofdstuk 8, vers 28. Okay. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Here we have one of the greatest declarations of comfort and strength in the Christian faith. Hier vinden wij een van de grootste uitspraken van troost en bemoediging in ons hele vanuit de hele schrift. That God works absolutely everything for the good of his children. Dat de Heere God werkelijk alles doet medewerken ten goede voor zijn kinderen. But we must ask ourselves now, what is the good? Maar we moeten daarbij ook de vraag stellen, wat is dat goede dan? The charismatic movement tells us that God does everything to make us rich. In de charismatische bewegingen wordt geleerd dat God alles voor ons doet om ons rijk te maken. Or does everything to make us healthy. Of dat God alles voor ons wil doen om ons gezond te maken. He works all the time so that we don't have to suffer. Dat hij op de hele tijd voor ons aan het werk is, zodat we niet hoeven te lijden. But what is God's ultimate purpose in our life? Maar wat is het uiteindelijke doel van de Heere God met ons leven? It's found in verse 29. En dat vinden we in vers 29. It says, for those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son. En daar staat dat degene die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook van tevoren verordineerd ten beelde zijns zoons gelijkvormig te zijn. So the great purpose of God in absolutely every circumstance of our life is that we become conformed to the image of his son. Dus het doel van de Heere God, en dat heeft dan ook betrekking op alle omstandigheden in ons leven, is dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. That is the great goal of what God is doing in your life. Dat is het grote doel wat de Heere God heeft met wat hij doet in jouw leven. And it is the great goal of everything. En dat is ook het grote doel van alles. But the question is it your goal? Maar de vraag is het ook jouw doel? Is it your greatest desire? En is het jouw grootste verlangen? Is the greatest passion of your life to be conformed to the image of Christ? Is het grootste verlangen van jouw hart om ook gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus Christus? And are you willing to accept anything that is the will of God to make you like Jesus? En ben je ook bereid om alles te aanvaarden in jouw leven wat Gods wil is, wat hij ook gebruikt om je aan hem gelijkvormig te maken? Let me give you an example. Nou, ik wil je daar een voorbeeld van geven. I am in pain right now. Op dit moment voel ik pijn. I live in pain. Ik leef eigenlijk met pijn. Both my hips have been replaced. Allebei mijn heupen zijn vervangen. My wrist is mostly metal. Mijn pols bestaat hoofdzakelijk uit staal. When I go through the metal detector in the airport, it goes off and the police always have to check me out. Als ik door de detectiepoorten op het vliegveld ga, dan gaat het alarm altijd af en de politie moet mij altijd onderzoeken. I have things growing off my bone going into my spinal cord. Ik heb bepaalde dingen die groeien vanaf bepaalde beenderen die in mijn ruggengraat groeien.
And sometimes I just want to scream. En soms wil ik het wel uitschreeuwen van de pijn. What's the purpose of it? Welk doel heeft het? How can I be happy? Hoe kan ik gelukkig zijn? The purpose of it is that I be conformed to the image of Christ. Het doel daarvan is dat ik meer gelijkvormig word aan Jezus Christus. And I can be happy with it because it is conforming me to the image of Christ. En ik kan er vrede mee hebben omdat het ook meewerkt aan dat doel. You see, you must have the same goal that God has. Het is heel belangrijk dat ook jij datzelfde doel voor ogen hebt als wat de Heere voor ogen heeft. Your name be hallowed, your kingdom come, your will be done. Dat uw naam worden geheiligd, dat uw koninkrijk komen, dat uw wil zal geschieden. It works something like this. Het werkt een beetje als volgt. Our greatest passion should be the glory of God and the advancement of his kingdom. Onze grootste passie zou moeten zijn de heerlijkheid, de verheerlijking van de Heere God en de uitbreiding van zijn koninkrijk. And so our attitude should be this. En daarom behoort onze houding als volgt te zijn. Father, if through prospering me economically you can be glorified and you can advance your kingdom, then prosper me economically. Hemelse Vader, als doordat u mij rijk zou maken en dat het economisch heel goed met mij zou gaan, als daardoor uw naam zou worden geheiligd en uw koninkrijk meer zou komen, dan bid ik u dat u mij welvarend wil maken. But Father, if through my poverty you can make me like Christ and glorify your name and advance your kingdom, then let me be poor. Maar Vader, als door armoede in mijn leven uw naam geheiligd zou worden en uw koninkrijk meer zou uitbreiden, dan Vader, dan bid ik u dat u mij arm maakt. Father, if you can get glory for yourself and conform me to the image of Christ by healing my body, then please heal my body. Vader, als u uw eigen naam kunt verheerlijken door mij te genezen, dan wil ik u bidden, wilt u mijn lichaam genezen? But if through this sickness you can get more glory for yourself and advance your kingdom and conform me to the image of Christ, then let me remain with my disease. Maar Vader, als door mijn ziekte uw naam meer zal worden geheiligd en uw koninkrijk meer zal worden uitgebreid en ik zelf ook meer gelijkvormig mag worden aan het beeld van uw zoon, Heere, laat die ziekte dan blijven. 1,000 years from now, this pain will mean nothing. Over 1,000 jaar dan heeft deze pijn van nu niets meer te betekenen. But the conformity to Christ that it creates in me will have eternal value. Maar de gelijkvormigheid aan Christus die die pijn in mij bewerkstelligt, die heeft eeuwige waarde. Do you agree with that? Bent u het daarmee eens? I hope you do. Ik hoop dat u het ermee eens bent. Because the same thing must be said about your own life. Want hetzelfde kan ook gezegd worden van uw leven, van jouw leven. If your greatest goal is conformity to Christ. Als jouw hoofddoel in dit leven is om gelijkvormig te worden aan Christus, then everything that happens in your life has purpose. Dan heeft alles wat er gebeurt in jouw leven, dat heeft een doel en heeft zin. And you can accept everything in your life with joy. En dan kan je ook de dingen in jouw leven aanvaarden met vreugde. If I did not have this in my mind, als ik dit niet in mijn achterhoofd zou hebben, I'd be destroyed. Dan zou het mij verpletteren. I would wake up in the morning and say, why, why, why? Dan zou ik 's morgens opstaan en dan zou ik het uitroepen, waarom, waarom, waarom? What value is there to all this suffering? Welke waarde heeft al dit lijden nou? I want to escape. Ik wil ervan wegvluchten. I want it to go away. Ik wil ervan wegrennen. Ik wil dat het weggaat. But if I know it is being used by God to conform me to the image of Christ, then I can rejoice. Maar als ik weet dat de Heere God het gebruikt om mij te vormen naar het beeld van zijn zoon, dan kan ik mij erin verheugen. How many of you understand what I'm saying? Hoeveel van u begrijpt wat ik zeg nu? You say, what does that have to do with marriage? En dan vraagt u zich af, oké, wat heeft dat te maken met het huwelijk? Absolutely everything. Dat heeft alles te maken met het huwelijk. Because what is the purpose of marriage? Want wat is het uiteindelijke doel van het huwelijk? The same thing.
Hetzelfde. To conform you to the image of Christ. Om jou gelijkvormig, meer gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus. That is the purpose of marriage. Dat is het doel van het huwelijk. Some of you are married and you struggle in your marriage. Sommigen van jullie zijn getrouwd en je hebt het moeilijk in je huwelijk. You say that you and your wife are not compatible. En je zegt misschien dat jij en je vrouw niet bij elkaar passen op de een of andere manier. You're completely different. Dat jullie zo verschillend zijn. She doesn't meet your needs. En dat zij niet jouw behoeften vervult. You don't meet hers. En dat jij haar behoeften niet kan vervullen. You wonder, did you marry the right person? En je vraagt je misschien af of je met de juiste persoon bent getrouwd. Because marriage just isn't what you thought it would be. Want het huwelijk is niet geworden wat je ervan gehoopt had. The problem is you have wrong thoughts about marriage. Het probleem is dat je verkeerde gedachten hebt bij het huwelijk. Your ideas about marriage come from Hollywood and the television and the make-believe. Jouw ideeën over het huwelijk die komen uit Hollywood en van de televisie en van de maakbaarheidsidee. And it does not come from scripture. Maar het komt niet van de schrift. Have you seen these? They've got these dating services now that you can call up and find someone who's just like you, so that you can go on a date with them. Tegenwoordig heb je allemaal van die dating sites en dating organisaties die je helpen dat je iemand kan vinden die helemaal bij je past. Do they have those here? Bestaan die hier? And you know what the main thing that they say? Weet je wat het hoofdding is wat ze zeggen? You can find someone who is compatible with you. Je kunt iemand vinden bij wie jij helemaal kan aansluiten. You can find someone just like you. Je kan iemand vinden die precies is zoals jij. That's a scary thought. Nou, dat is een beetje beangstigende gedachte. You can find someone who likes everything you like. Je kan iemand vinden die precies daarvan houdt waar jij van houdt. You like pizza, she likes pizza. Jij houdt van pizza, zij houdt ook van pizza. You hate cats, she hates cats. Jij haat katten en zij haat ook katten. You can find someone just like you. Je kan iemand vinden net als jij. That's not the will of God. Maar dat is niet de wil van God. Rarely will God give you a mate that's compatible to you. Heel zelden zal de Heer je iemand geven bij wie jij helemaal past. Why is that? Waarom is dat zo? Is it because he hates you? Is dat omdat hij je haat? And wants your life to be miserable? En dat hij eigenlijk wil dat je niet gelukkig zou zijn? No, he has a greater purpose. Nee, hij heeft een hoger doel. The Lord will often bring two people together who are very incompatible. De Heere brengt vaak twee mensen bij elkaar die in zekere zin niet helemaal makkelijk in elkaar schuiven. And even he doesn't let them realize it until after they've got married. En vaak dan zorgt hij ervoor dat ze dat niet eens beseffen totdat ze getrouwd zijn. Like he blindfolds you. Het lijkt wel alsof hij hen een beetje verblindt. And then after you get married, he pulls the blindfold off. En als je helemaal getrouwd bent, dan trekt hij de blinddoeken weg. And you go, what have I done? En dan roep je uit, wat heb ik gedaan? God desires that you be like Jesus Christ. De Heere God die verlangt ernaar dat jij meer op zijn Zoon Jezus gaat lijken. Now what is it about Jesus Christ that makes him so special? Wat kunnen we nou zeggen over Jezus dat hem zo speciaal, zo uniek maakt? What are the things that we sing about? Welke dingen zingen wij over de Heer Jezus? We sing about his grace. We zingen over zijn genade. His mercy. Zijn barmhartigheid. And his unconditional love. En zijn onvoorwaardelijke liefde. Now there's something that's very important. Nou, hier is iets heel belangrijk. Do you want to be like Jesus? Wil jij zijn zoals Jezus? Then you must be full of grace. Het is belangrijk dat ook jij vol bent van genade. You must be full of mercy. En van ontferming, barmhartigheid. And you must be full of unconditional love. En dat je ook vervuld bent van onvoorwaardelijke liefde. Now here's a problem with those three characteristics. Nou, dit is het probleem met deze drie eigenschappen. Mercy is when you do not give somebody what they deserve.
Barmhartigheid is dat je een ander niet dat je een ander geeft wat de ander eigenlijk niet verdient. Someone treats you poorly, but you do not return and act the same way. Iemand die behandelt jou naar op een nare wijze, maar je doet dat niet terug aan die persoon. And grace is when you give someone what they don't deserve. En genade is dat je een ander geeft wat de ander niet verdient. And unconditional love is when you love someone who does not meet all the conditions. En onvoorwaardelijke liefde betekent dat je een ander lief heeft die niet aan alle voorwaarden voldoet. Now talk to the men for a moment, but the same thing could be said about the women. En nu iets voor de mannen in het speciaal, maar we kunnen dat ook zeggen voor de vrouwen. You have in your mind before you get married what kind of wife you want. Voordat je trouwt heb je in je hoofd een bepaald beeld van wat voor vrouw je graag wilt trouwen. The perfect woman. De volmaakte vrouw. That's what you're thinking about. Daar denk jij ook over. But there's only a problem. Maar er is wel een beetje een probleem. If there was a perfect woman, she would not marry you. Als er een volmaakte vrouw zou zijn, dan zou ze niet met jou willen trouwen. But we have this idea of what a perfect wife would be. Maar wij als mannen hebben wel dat idee van hoe een perfecte vrouw eruit ziet. And there's certain characteristics that we really want. En er sommige eigenschappen, nou, die willen we echt per se. But we'll usually end up marrying a woman that doesn't meet all the conditions. Maar normaliter gesproken trouwen we niet met een vrouw die aan al die eisen voldoet. And many times she does not meet the conditions that are most important to us. En het gebeurt ook vaak dat ze niet datgene geeft wat jij als man juist heel belangrijk vindt. What is God doing? En wat is de Heere God dan aan het doen? It's the only way you can learn to love unconditionally. Dit is de enige manier waarop je kan leren om onvoorwaardelijk lief te hebben. And that is to marry a person who doesn't meet all the conditions. En dat is door te trouwen met iemand die niet aan al die eisen kan voldoen. Same thing about your husband, we can say. En dat geldt ook voor jouw echtgenoot. In many ways he fails. Voor de vrouwen, op veel wijzen zal jouw echtgenoot falen. And he doesn't meet all the conditions. En hij voldoet ook niet aan alle voorwaarden. Even some of the things most important to you, he does not meet. Misschien zelfs bepaalde dingen die jij het allerbelangrijkst vindt, daarin voorziet hij misschien niet. But God is teaching you to love unconditionally. Maar de Heere God die leert jou om onvoorwaardelijk lief te hebben. The most marvelous thing about God is that he does not give us what we deserve. Het meest wonderbaarlijke en het meest heerlijke van de Heere God is dat hij ons geeft wat wij zelf helemaal niet verdienen. We deserve hell and he doesn't give it to us. Wij verdienen de hel, maar hij zorgt ervoor dat we dat niet krijgen. Another wonderful thing about God is that he does give us what we don't deserve. En iets anders van de Heere God is dat hij ons ook wel geeft wat we niet verdienen. We don't deserve him or heaven. Wij verdienen hem zelf helemaal niet, nog de hemel. But he gives it to us in Christ. Maar hij geeft het ons in Christus. And God also loves us even though we don't meet any of the conditions. En de Heere God die houdt van ons ook zelfs terwijl wij zelf helemaal niet aan allerlei voorwaarden voldoen. Now do you want to be like God? Nou, wil je zijn als de Heere God? Do you want to be imitators of God? Wil je een navolger van God zijn? Do you want to be like Jesus? Wil je zijn zoals Jezus was? Then you and I must learn to do the same. Dan moeten jij en ik leren om hetzelfde te doen. We are brought into marriage. De Heere leidt ons naar het huwelijk toe. To learn to love a person. Om te leren van een persoon te houden. Who sometimes doesn't meet all the conditions. Die soms niet voldoet aan alle voorwaarden. And they marry us and we don't meet all the conditions. En zij of hij trouwt met ons en ook wij voldoen niet aan alle voorwaarden. But it's so that they also might learn to be like Christ. En dat is zodat ook hij zal leren als Christus te zijn. Most people who come to me with marriage problems.
De meeste mensen die tot mij komen met huwelijksproblemen. I don't love her anymore. Ik hou niet meer van haar. She doesn't meet my needs. Ze vervult mijn behoeften niet. And I just look at the man and say, then repent. En ik kijk die man aan en ik zeg tegen hem, bekeer je. Repent of your self-centeredness. Bekeer je van je zelfgerichtheid. Repent of your selfishness. Bekeer je van je zelfzucht. Because you're not supposed to love her just because she meets your needs. Want het is niet de bedoeling dat je van haar houdt omdat zij jouw behoeften vervult. You're not supposed to love her just because you have romantic thoughts. Het is niet de bedoeling dat je van haar houdt omdat je romantische gedachten en gevoelens hebt. You are supposed to love her because you've made a covenant with your God and you desire to be like Christ. Nee, je bent geroepen om van haar te houden omdat jij een verbond hebt gesloten met de Heere God en de belofte hebt gedaan om van haar te houden. Let's look at it another way. We kunnen er ook anders naar kijken. You're married to a very difficult person. Je bent getrouwd met een heel moeilijk persoon. And they seem to limit you in everything. They seem to be a limitation to you. De ander, het lijkt alsof de ander jouw leven heel erg beperkt. Maybe they don't want to serve the Lord. Misschien wil hij of zij de Heer niet dienen. Maybe they do make your life almost miserable. Misschien is er wel, ben je getrouwd met iemand waarvan je misschien wel zegt, hij, zij maakt mijn leven eigenlijk ongelukkig. And you say, I made a mistake. I want to leave. I'm getting a divorce. En je zegt, okay, het is gewoon een fout geweest. Ik wil weg. Ik wil scheiden. There's no purpose in what I'm suffering. Het lijden dat ik hier meemaak, dat heeft geen enkele zin en doel. You're wrong. Maar dan zit je ernaast. All of this is designed to make you conform to the image of Christ. Dit alles is voorbestemd en zo ontworpen om jou meer gelijk te maken aan het beeld van Christus. What you have to decide is what is most important to you. En jij moet gewoon de beslissing nemen wat voor jou het meest belangrijk is. To live in a fairy tale make-believe marriage or to be made conform to the image of Christ. Om in een soort sprookjesachtig huwelijk te leven. Of om meer te gaan lijken op het beeld van Christus. Another thing about marriage that I want you to understand and the sovereignty of God. Iets anders ten aanzien van het huwelijk dat ik graag wil dat je begrijpt, heeft ook te maken met de soevereiniteit van God. Is that marriage is a calling. En daarmee bedoel ik dat het huwelijk een roeping is. I am called to preach. Ik ben geroepen om te prediken. I believe that if I were to stop preaching, I would come under the discipline of God. Ik ben ervan overtuigd dat als ik zou stoppen met preken.